Dit stuk kende ik nog niet, maar het is wel een van zijn betere fuga's. Die opbouw van die stemmen en die dan zo door elkaar weven en dan toch uiteindelijk toch nog weer samenkomen in een harmonie. Het is geen grote fuga die hoort bij een groot preludium zoals de Emol of de Hamel, de grote bekende werken van Bach. Deze fuga staat op zichzelf, dus heeft geen preludium wat erbij hoort of wat erbij later bij is bedacht. Maar toch heeft het een vrij lang thema. Denk je, nou, mooi. Dat is een mooi thema, maar nee, hij gaat verder. Herhaling met versiering. En daar houdt het eigenlijk pas op. Dus het begint in de sopraan, de bovenste stem. De tweede stem die erbij komt is de alt. Die ligt er net iets onder. Nog later komt het tenor erbij, dus dat is nog iets lager, de eerste mannenstem. En dan, ik zal het ietsje zachter doen, als kroon op het werk zou ik haast zeggen, maar het is juist heel laag, dus als fundament de bas. Die komen allemaal naar elkaar, zetten allemaal in, spelen hun thema en als de bas inzet, zit daarboven in de sopraan een mooie lange noot met triller versierd. Heel lang. En die lange noot hoor je ook in bijna alle stemmen terugkomen later. Als de doorwerking is. En zoals het hoort maakt Bach het ook. Het thema laat hij horen in andere toonsoorten. Dus we hebben het nu in G gehoord. In D. En iets later gaat het zelfs nog in Bes. Het grappige van deze fuga is dat het natuurlijk vierstemmig is, maar het grootste deel is driestemmig. Dus ze heeft steeds één stem pauze, een rust. En pas tegen het einde komen alle vier stemmen samen. En ja, dat voert de spanning natuurlijk wel wat op. Er komt een climax aan en die hoor je ook echt aankomen. Maar dan is het einde toch nog verrassend kort eigenlijk. Dus Bach die laat echt zien wat er allemaal mogelijk is met één zo'n thema in een fuga.